wel. Ja. Dit is het licht, ja. Goedenavond. Ga ik meteen kijken of mijn microfoon het ook doet? Ja. Toch? Ben ik te verstaan? Oké, welkom allemaal. Welkom mensen hier in de zaal. En ik moet ook zeggen vanavond welkom het publiek thuis dat via de videowebsite Artube meekijkt deze avond. En welkom aan het publiek dat in de brakke grond in Amsterdam ook via livestream verbinding, vandaar dat je al die apparatuur ook ziet, dit gesprek kan volgen. Bram, Walter hebben we vanavond, en dat is ook ongebruikelijk voor deze gesprekken, als een soort vliegende kiep voor de vragen die u allen aan ons had kunnen stellen, of in ieder geval aan David had willen stellen. En die gaat hij uitermate selectief aan mij doorspelen. Mijn gast van vanavond werd in 1969 in Kortrijk geboren en woont en werkt in Antwerpen. Hij kan zich niet anders herinneren dan dat hij tekende. Altijd maar tekende. Het lag dus voor de hand dat hij een kunstopleiding ging doen. Hij studeerde aan het Nationaal Hoger Instituut voor de Kunsten in Antwerpen van 92 tot 95 en werkte vooral met verf en zeefdruk aan de Rijksacademie in Amsterdam. Hij kreeg de gelegenheid deel te nemen aan een Artist in Residence programma van het gerenommeerde Daad in Berlijn tussen 2002 en 2003. Van origine is hij tekenaar en schilder, maar sinds de jaren 90 is hij gefascineerd door de mogelijkheden van film en fotografie en groeide hij mee met de ontwikkelingen van het gedigitaliseerde beeld. De architectonische context van het werk wordt daarbij steeds meer van belang. Zijn werk was te zien op talloze tentoonstellingen in binnen- en buitenland. In 2007 had hij een groot overzicht in Centre Pompidou, in 2009 hier in De Pont, in 2011 in Wiels in Brussel. Hij won in 2007 zowel de Wil Gromanprijs van de Academie der Kunsten in Berlijn als de Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst. In 2010 ontving hij de Günter Peil-prijs in Duren, een pretentieuze prijs voor degenen die hem niet kennen. Voor hem waren de winnaars Thomas Schutte, Rosemarie Trockel, Fischel & Weiss en Jimmy Durham onder andere. In 2015 zal dit museum een overzicht laten zien wat voornamelijk aandacht geeft aan de tekeningen. Maar vanavond is hij eerst zelf hier. Mag ik een hartelijk applaus voor David Klaarbout? Durf je nou nog, David? Ik weet niet of je... Ja, oké. Blijkbaar hoorbaar. Goedenavond, iedereen. Ik kan water inschenken, maar die schenk je vast niet zelf in. Super. Toch? Kan ik goed gebruiken. Altijd maar tekenen. Is dat zo? Ik las het ergens in een interview met je. Ik heb daar ooit proberen komaf mee te maken. Door eigenlijk de eerste jaren dat ik een klein beetje succes begon te voelen rond mijn werken met animatie, dacht ik eindelijk ben ik bevrijd van mijn verleden. En ik ga stoppen met tekeningen maken, ik ga het niet meer nodig hebben. Maar nadien is dat teruggekomen als een soort van moment op mezelf in mijn atelier. En ondertussen is dat eigenlijk uitgegroeid tot hetgeen dat ik het liefst doe. Vooral tijdens de wintermaanden. Omdat dat een van de zeldzame momenten is dat ik het gevoel heb dat ik ergens goed voor ben. Ja. Als ik zo net jouw doopzeel gelicht heb, dan moet het toch wel vaker een moment zijn dat je denkt... Nou ja, die werken die ik maak, die zijn onderhand complex geworden in productie en die... Het duurt vaak een half jaar, een jaar, anderhalf jaar voordat het klaar is. En dan zie je dikwijls door dat procedé van dat maken, waar ik mee vertrouwd was door mijn opleiding als graficus en dan mijn zogezegd meesterschap als lithograaf. Maar toch, door dat procedé raak je soms een beetje verloren in het werk en waar je naartoe wilt gaan. En het tekenen... Dat is dan altijd eigenlijk terug een aanknopingspunt en ook een manier eigenlijk om te schrijven, want voor mij is tekenen een vorm van schrijven. Een soort ook wat manier waarop je idee vormgeeft, ja. Ideeën ordent. Ja, ik krijg nooit ideeën bij het tekenen, maar ik leer wel waarom ik die ideeën gekregen heb door het tekenen. En het is ook een uitlaatklep natuurlijk. Hè. Mijn tekeningen staan vol met... hate mails en dergelijke dingen meer, ja. Die ik niet op mail heb gezet.
Je moet inderdaad bij de tekeningen die nu ook op zaal hangen gewoon alle teksten eens lezen. Dat is erg boeiend. Ja, niet te goed lezen, want er staan vaak wel politiek oncorrecte dingen in en zo. Maar dat is. Is het ook niet? Het is natuurlijk een van de enige dingen, want met je andere werk, noem het maar je andere werk, ben je altijd met een heel team aan het werk, lijkt me. Dat het ook het enige nog is wat je lekker alleen kan doen. Ja, we zijn met 9. Ja. En ik beschouw mezelf als het onderhoudspersoneel. En het is inderdaad soms wel, zeker als je met werken bezig bent, zoals ik denk nu toevallig aan Homeless Cat. Ja. Die in de collectie zit hier. Met eindeloze opnames en editing en programmeren. Ik kan dat allemaal niet natuurlijk, dus ik moet het laten doen door iemand anders. Durf je soms wel eens door het bos de bomen niet meer zien. Of door de bomen het bos, wat is het? Ja. Maar ook in mijn, laten we zeggen, equipe, in de groep, binnen de groep van mensen waar ik mee werk, heb ik een soort van vreemde. Vreemd criterium dat ik moet van die mensen kunnen houden. Het kunnen geen werknemers worden. En het kunnen geen specialisten worden. Dus die mensen die bij mij, die voor mij werken is ook, met wie ik samenwerk, zou ik maar zeggen. Want eigenlijk hang meer van hen af dan zij van mij. Als zij morgen de deur, ik hoop dat ze het niet zien, maar als ze morgen de deur dicht trekken, dan kan ik ophouden. En ze hebben zichzelf mogen opleiden en we zijn eigenlijk een grote familie. En ik denk dat we daardoor ook dingen kunnen doen die anderen niet zo snel kunnen doen, omdat we echt een team bent. Goed en in stilte kunnen doorwerken eigenlijk. Maar je zegt ook regelmatig dat je eigenlijk geen techneuten in dienst wil hebben, maar altijd met kunstenaars wil werken. Ja, dat zijn allemaal kunstenaars. Waar is dat belangrijk voor? Omdat techneuten die gaan zo termen uitkramen zoals maar dit gaat er niet realistisch uitzien. En de man die dat gedaan heeft, die heeft een half jaar voor mij gewerkt. Die is een andere job moeten gaan zoeken, omdat dat was een technische. Nee, het ding is, als je kunstenaars zijn eigenlijk de enige creatures op de aarde die niet de enige, maar toch de mensen waarmee je vaak de ervaring hebt, dat ze bruggen kunnen bouwen tussen techniek en tussen ideeën. En die in de plaats van een wenkbrauwen te fronsen, die ogen gaan trekken als ik iets. Meer naar de mogelijkheden zoeken. En die ook wel gaan zeggen: die idea sucks. Het is wel goed. Maar het zijn Vlamingen natuurlijk allemaal. Het zijn allemaal Vlamingen. En ze spreken dus niet te veel. Ze zijn nogal schuchter. Ja. En ik moet het er soms echt uittrekken voor ik het hoor wat ze ervan denken. En jij hebt een assistent die niet echt een Vlaamse naam heeft. Tjilling. Nee, zij is, dat is mijn studiomanager en partner. Zij is Taiwanese van afkomst en zij is ook de ruggengraat van de studio. En zij is degene die het woord voert? Ze is toch wel een beetje de backbone en no-nonsense figuur. Tussen al die stille Vlamingen. Ja. Ze raakt er dus nooit aan uit aan dat Nederlands-Vlaams. Er is natuurlijk heel veel discussie hier in Nederland de laatste jaren. Onrechtstreeks wel. Ze hebben mij op de Rijksacademie niet meer teruggewild. Want ik heb 3 maanden op de Rijksacademie gezeten. Oh, ik dacht 2 jaar. En daarna, ik wou wel graag terug 2 jaar, maar dat is mijn grote geluk geweest. Ze hebben mij niet aangenomen voor die 2 jaar. En dus was ik vertwijfeld, ben ik vaak gaan wandelen en wat ga ik nu doen? En onrechtstreeks wel. Mm-hmm. Ik weet niet meer wat de reden was waarom ik niet werd aangenomen. Het was iets van, ik heb te weinig gewerkt over de zomer of zoiets. Zo'n vinger op van... Je hebt te weinig gewerkt. Gemaakt. Mijn evolutie is niet
goed genoeg. Ik zeg dat ook altijd. Nee, ik geef geen les meer. Maar als ik niet wist wat zeggen, zei ik dat. Je hebt niet genoeg evolutie. Zo, die heb je daarna steeds weer gebruikt. Ja. Nu doe ik dat niet meer. Hè. Als je academisch student bent geweest, dan heb je dat wel vaker moeten horen, natuurlijk. Ja, ja. Op de soms dus eigenlijk iedereen die nu meeluistert, die ooit les voor jou heeft gehad, kan dat bij deze gewoon nou, ik heb dan, ik heb wel zo weinig mogelijk gezegd eigenlijk. Omdat ik dat ook niet zo constructief vond. Maar dat dus daarna ben ik dan... Ik was toen goed bevriend met Jimmy Durham. Ja. En zijn vriendin, Maria Teresa Alves. En die hebben mij meegenomen naar Portugal op vakantie. We zijn 2 weken samen opgetrokken. En er waren nog een paar studenten, zeg ik, maar je mag dat niet zeggen, deelnemers van de Rijksacademie. Studenten. Die daar ook waren. En ja, dan merkte ik wel dat het allemaal nog zo erg niet was eigenlijk om to be an outcast. En to be an outcast geeft ook zijn mogelijkheden. En sowieso vanuit het Vlaamse perspectief werk je vanuit de underdog. Hè. Ja. In Vlaanderen word je amper gesteund. Men wacht tot je iets anders gaat doen, zoals lesgeven of grafisch ontwerpen of dergelijke dingen meer. Naast je kunstenaarschap bedoel je? Ja, ja, en dat dan langzamerhand je kunstenaarschap gaat wegkwijnen. Ja. Dus dit is een soort van survival of the fittest toch wel een beetje in Vlaanderen. Hoe doe jij dat praktisch? Mij verbaast dat een paar jaar geleden, of een tijd geleden, hoorde ik van Hans Optebeek dat hij naast zijn kunstenaarschap lesgeeft om zijn brood te verdienen. En zijn tekeningen maakt om zijn atelier te betalen. Ja, de tekeningen maken, dat kan ik begrijpen. Of edities maken. Maar ik heb dat eens uitgerekend. Ik moet per maand 25.000 euro op tafel leggen om mijn studio draaiende te kunnen houden. En ik kan het salaris van een docent kan ik de elektriciteit betalen die mijn studio kost. Dus ik kan geen les gaan geven. Nee. Maar ik heb wel... Ik val graag binnen in een atelier als soort van lompe Rick die... is iets die een paar dommigheden komt zeggen. Maar systematisch zou ik dat nooit kunnen. Ik heb een paar zeer mooie aanbiedingen gekregen in Duitsland. En ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik zei van... Dat waren salarissen van... Dat waren wel aanzienlijke salarissen. Dat was de job van Marina Abramovic. Ja? In Braunschweig. En zij vertrok. En het salaris was... Goed. En, maar ik zei van, ja, maar ik verhuis naar Antwerpen, ik kan niet vaak komen en ik kan eigenlijk niet vaak komen. En ze zeiden van, ja, but it's not so important. It's the most important thing is that you can, that the students know that you are going to be. Maar ik heb altijd een soort van... En dan heb je nee gezegd? Ja, ik heb nee gezegd. In München heb ik ook nee moeten zeggen op de job van Josef Kozut. Nee, het job van... Bustamante. Jean-Marc Bustamante. En hebben ze beleefd... En dan zeg jij dat je moet tekenen om het gevoel te hebben dat je wel wat goed doet. Ja, maar dat kan ik ook goed. Dat kan ik altijd doen, tekenen. Maar het ding is, je moet... als men je één keer ziet, dan... kan je de façade hoog houden, maar als men je vaker begint te kennen, en beter begint te kennen, zeker de studenten, die kijken naar je op en dan beginnen die je zwakheden te zien. Bram, heb jij ondertussen al vragen binnen? Want er wordt hier getwitterd. Ja, er wordt flink getwitterd. En we hebben de mensen op zaal in het museum ook vragen gesteld. In aanvulling op een beetje de financiële discussie die er net was. Hebben we een vraag van Willem, die hier wel of niet is. Nou, die heeft hem in ieder geval op zaal gesteld. Verkoop je ook aan particulieren? Of verkoop je alleen aan musea en galerieën? Of ook aan het bedrijfsleven? Ik zou zeggen dat het 50-50 is. Particulieren hebben meestal de nodige budgetten. Zonder problemen soms als het echt om oligarchen gaat. Ja.
Dat is niet mijn publiek hoor, de oligarchen, maar ik heb wel een paar zware collectioneurs. Musea moeten natuurlijk hebben het steeds moeilijker om het werk aan te kopen. Omdat mijn werk is iets duurder geworden. Het is niet bijzonder duur, maar het is toch wel iets duurder geworden. En ik hou het liefste op het niveau dat het nu zit, omdat ik weet dat met de juiste discounts, et cetera, dat de musea toch nog gaan kunnen kopen. Ja. En krijg je met musea die rotzooi niet, zoals werken die op de kunstmarkt belanden en dergelijke dingen meer. Ik heb eigenlijk net een artikel geschreven voor Art Review over video-installaties en de kunstmarkt, na een slechte ervaring met een verzamelaar. Maar ik heb het proberen positief uit te bouwen. Dus ja, het is 50-50 ongeveer. Maar wat is het ergste wat mis kan gaan met een videowerk en een particuliere verzamelaar? Het ergste dat mis kan gaan is dat de particuliere verzamelaar 10 werken van je heeft, dat hij ze allemaal op de kunstmarkt smijt. En dat die 10 werken natuurlijk de prijs niet halen die minstens de voormalige verkoopprijs niet halen. En dan ben je natuurlijk flink geflasht, zoals ze zeggen in Vlaanderen. Ja. In mijn geval is het een positief verhaal geweest voor de collectioneur in kwestie, maar in tweede instantie voor mij. En ik heb daar wel een les uit geleerd, dat je toch wel moet opletten met... dan leer je de verzamelaars appreciëren, hoor. De echte. Maar ja, ik heb geen speculanten rond mij, hè, als vliegen. Ik ben geen schilder. Dus het is niet zo dat ze... het gaat nog altijd over een precaire kunstvorm die eigenlijk uit een soort van massamedia komt en uit een soort van to mobilize the masses, film en video. En dus ik heb nog niet te veel last van... Eigenlijk bestaat de secundaire markt en de kunstmarkt voor video-installaties nog niet echt. Ja, dat is natuurlijk lastig. Je verkoopt niet zomaar even een dvd'tje aan iemand. Nee, simpel is het. Je verkoopt eigenlijk rechten. Hè? Ja. Dat doe je. Je verkoopt een gelimiteerd aantal rechten. Mag ik daar een tweede vraag bij stellen? Je had het net over je eigen taal, dat tekenen voor jou een beeldtaal is. En nu zijn er veel vragen, ook vanuit de zaal en op Twitter. Welke kunstenaar jou heeft geïnspireerd voor een eigen taal of een eigen tekentaal? En er wordt zelfs al een optie geponeerd wat een inspiratiebron voor jou zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld de zwart-wit film. Dat zou Ton uit Tilburg willen weten. Is de stomme film, de stomme zwart-wit film, voor jou een inspiratiebron geweest? Film is eigenlijk, nog de zwart-wit film, nog de talkie. Dus de kleur- en spraakfilm is eigenlijk een inspiratie geweest. Jamais, nooit. Het is altijd uit de fotografie gekomen. De vroege fotografie is eigenlijk hetgeen dat mijn werk het meest heeft geïnformeerd. Dus de beginfotografie. En de stomme film, daar heb ik natuurlijk een bewondering voor. En ik heb altijd de dag betreurd dat de audio-opname uitgevonden is en toegevoegd is geworden aan de beeldopname, aan de film. Ja. Wat is daarmee verloren gegaan, het audio? Een soort van magie, een soort van aura. Maar ik ben het eigenlijk niet echt treurig om natuurlijk... Maar want je gebruikt ook wel eens geluid, toch? Ja. Wel eens. Ja, een soort van misbruiken eigenlijk. Collaboreren met, maar niet echt, niet echt uit bewondering. Ik ben een van de weinige filmkunstenaars die de featurefilm niet zien als het soort van summum van de carrière. Ik vind het al typisch dat je jezelf filmkunstenaar noemt. Ja, ik zat te zoeken voor vandaag van hoe zou je het zelf... Ja, men probeert daar allerhande tags op te kleven natuurlijk. Een videokunstenaar marcheert ook niet erg goed, omdat ik dan wil zeggen dat ik video's gemaakt ben uit video, uit pixels. Er gaat iets mis. De klank weg is, ja. Wat zei men ook weer? Nou ja, er zijn dozijnen omschrijvingen. Dit is het eerste werk wat ik van jou zag. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ik weet niet meer precies wanneer, maar dat was in het Moeka in Antwerpen. Ja. Engeltje. Ja. En ik weet dat ik echt tot op het bot geroerd was hiervan. Ik denk, dat mag ook wel eens gezegd worden. Omdat ik eigenlijk eerst
een heleboel mensen eraan voorbij zag lopen. En dat ik langsliep en dacht van... Maar dit is niet gewoon een foto, want waarom projecteert hij het dan? En dat je dan gaat zien dat het heel langzaam... als je dat een soort cadeautje voor de oplettende kijker. Ik heb dat altijd als een gelegenheid of uitdaging of mogelijkheid of opportuniteit gezien om mensen voorbij te laten lopen. Kan je vertellen wat er gebeurt? Eigenlijk, deze opname is gemaakt nog in mijn eerste atelier in de Paleisstraat in Antwerpen. En met mijn eerste geleende projectorken. En het is eigenlijk een gerecupereerde opname uit het Père Lachaise kerkhof in Parijs. Dat is een foto. Ja, een foto van een sculptuur. Van een sculptuur. Grafengeltje. Amai, dat doet pijn, dat ding. En die heeft een zeer fijn uit koper gemaakte roos in zijn hand. En ik heb die roos eigenlijk, hoe zeg je dat, geflext, gemasseerd, digitaal, tot op het punt dat ze lichtjes in de wind beweegt. Ik heb zo enkele werken gemaakt, maar meestal een paar werken rond één bepaald uitgangspunt. En dan daarna moet je ermee stoppen en moet je zien dat je vooruit gaat. Maar dat was het enige wat erin ging bewegen? Ja. Weet je dat raar? Nee, zij had ook een ademhaling. Ja, ik wou zeggen, ik herinner het me heel anders. Ja, was ik al helemaal vergeten eigenlijk, dat hij een ademhaling had. Nee, maar ik las namelijk ook ergens over de rozen. Ik denk, ik laat het jou vertellen. Want ik herinner me dat hij... Maar toen ging ik twijfelen. En dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Dat je gaat twijfelen van, ik weet dat het iets ging bewegen. Maar voor mij was het de ademhaling. Dat je heel langzaam... Ja, maar dat is zo, dat is op het kantje van, dat is natuurlijk, nee, op het randje van, dat is full-on gimmick. Maar ik hou daar eigenlijk van. Ik vind het altijd interessant om als een soort van Japanse zelfmoordpiloot op het schip af te gaan en te overleven. Zo dat te doen, wat eigenlijk helemaal niet mag binnen die vorm. Ik heb onlangs eigenlijk een jeugddroom gerealiseerd, een idee uit 1994. Nee, 96, denk ik. Ja, een idee dat ik had van toen dat ik van de Rijksacademie afgesmeten werd. In een bos trouwens, in een van mijn wanhopige wandelingen. Over een bos en over een reis door een bos. En, travel. Ja, travel. Ja, ik heb er straks nog wel een paar beelden van. Ah ja, leuk. En ik had, dus dat idee is ondertussen 17 jaar oud. En ik luisterde toen vaak naar, maar kunnen we dat ook straks zeggen natuurlijk, maar ik luisterde toen vaak naar nogal toegankelijke, zal ik maar zeggen. Anders zouden we zeggen kitschmuziek. Maar toegankelijke global... Die heb je er ook onder gezet. Global entertainment. Ja, en die is eigenlijk gebruikt als inspiratie. Dit is een tekening voor travel. Ja, dus het gaat travel. Daar heb ik eindeloos aan getwijfeld, eigenlijk 17 jaar, of ik dat werk zou realiseren of niet. Waar twijfel je dan aan? Ja, de kritiek natuurlijk die erop vanuit natuurlijk vanuit de klank. En ik ben nu aan het proberen om in het... Ja, je twijfelde vooral over het geluid, niet zozeer De... Ik ben nu aan het proberen om in het Beaux-Arts in Brussel een kleine tentoonstelling te kunnen maken met werken met klank. Met muziek, met name. Omdat de intendant of de directeur is een ongelooflijk melomaan. En hij kent alles van muziek, maar hij baalt van dit soort van soundtracks. Om te pesten. In het kader van de Japanse kamikaze. Nee, eigenlijk wil ik dat je ook door zo'n dingen kwaliteiten kunt zien. Daar stromen kwaliteiten onder door. Alleen, dat zijn niet de kwaliteiten van de kenner. Dat zijn een soort van... Dat bedoelde ik eigenlijk met kamikaze. Ja, ja. Dat je die dingen juist op de grenzen eigenlijk opzoekt van wat betamelijk is. Ja. En dat zijn zo van die werken die je natuurlijk nooit in documenten gaat krijgen. Want, nou, weet ik niet, hoor. Maar waarom had jij in eerste instantie behoefte... Want dit is volgens mij een van de eerste ook, of niet? Ja. Dat je een foto eigenlijk weer tot leven wekt. Dat zijn mijn eerste experimentjes. Want deze is er ook een van, hè? Die is ook een hele bekende, natuurlijk, Rulo. Ja, Rulo. Rulo is... dat is echt de eerste die dan eigenlijk nog dieper is uitgewerkt als Engeltje. Ik denk dat Engeltje net ervoor ligt. Dat denk ik ook. Bij Rulo raak ik natuurlijk aan iets... aan het hart van de fotografie, in de zin dat je...
de magie van de fotografie ziet gebeuren. Dat je, terwijl dat je het verleden ziet, dat je eigenlijk de aanwezigheid van het heden ziet. Maar ik heb mij eigenlijk altijd afgevraagd waarom onze cultuur steeds moet denken in een pijl tussen het verleden en tussen het heden. Hè. En Marshall McLuhan zei altijd, we look at the future, like driving in a car, but looking through the rearview mirror. Ja. En jij probeert het allemaal tegelijk te doen. En ik probeer eigenlijk een soort van pendule te creëren die zich van die hoop, herinnering uit het verleden en die pijl naar de toekomst toe, die daar een soort van derde punt probeert in te zoeken. Ja, ergens een tussenliggend punt wat geen toekomst en geen verleden is, maar daar en ook niet nieuw. Maar je mag ook niet vergeten, er is één, ik weet niet of er nog vragen zijn, maar misschien dat ik nog dit mag zeggen. Er is één, vanaf de moderniteit. En eigenlijk speelt de fotografie, is geen toeval dat de fotografie op dat moment in de moderniteit, 150 jaar terug en cinema iets meer dan 100 jaar terug, dat die dan eigenlijk verschijnen. Dat is dat je, ze hebben, sindsdien heeft eigenlijk alles wat fotografische beeld is, heeft eigenlijk een enorme bergketen van herinneringen, van onuitwisbare herinneringen met zich meegebracht. Vroeger werden herinneringen doorvertaald of geschreven door de voorgangers van de cinema. Maar sedert dat de fotografie er is, is een soort van arrestment of stilstand om de welke dat je niet heen komt. En dat heeft eigenlijk een berg van materiaal gegenereerd die nu samenwerkt met het idee van het verleden. Ja? Dat je eigenlijk de toekomst alleen maar als een soort van wanhoopsdaad kan zien, omdat je die toekomst alleen maar eigenlijk vooral bekijkt vanuit het perspectief van het verleden. Ja, vanuit de hele bagage, vanuit heel die aan foto's die je kijkt hebt, om je en er is, het is al, je ziet alleen maar zo hoog als je kan kijken, zie je alleen maar al die beelden. En mijn statement is eigenlijk een beetje dat het digitale daar gekomen is om daar als Christus een oplossing in te brengen. Om de digitale als een soort nieuwe Christus? Te vergeven en vooral te vergeten. Van neem mij. Ja, vergeet mij. En vergeven al die zonden. Ja, digitaliseren, dat is wel vergeet. Een hele mooie beeldspraak. Er zijn witte donderdag. In het veld zijn er eigenlijk. Ja, want ik vergeet het. Ik praktiseer niet meer. We kruisen morgen de foto. Er zijn eigenlijk twee posities. Hè. Dat zijn de ene die zeggen van het digitale dient vooral om te herinneren. En de ander die zegt het digitale dient vooral om te kunnen vergeten. Ja. En ze hebben eigenlijk alle twee gelijk. Als je kijkt online. En als ik een foute uitspraak doe, dan staat hij er binnen 10 jaar nog, als hij genoeg sociale shockwaves heeft. Iemand schrijft hem wel ergens op. Iemand schrijft hem wel ergens op en ik raak er nooit vanaf. We leggen hem vanavond vast. Ja. Tot wanneer ik bijvoorbeeld aan de grens kom, ergens in Amerika, en ze zeggen van, oh, you are that guy, you wrote that. You're not allowed into our country. Dus digitale herinnering is natuurlijk een... is ook wel een echte barrière. Ja. Nou ja, het is natuurlijk al heel praktisch gewoon. Vroeger maakten we nog een fotoalbum. En daar schreven we dan zelfs nog van alles bij. En dan ging je op vakantie met een duur gespaard rolletje van 20 foto's misschien. En nu schiet je gewoon een camera vol en stopt ze in de computer en je kijkt ze nooit meer. Ja, dat is ongelooflijk. Heb je al eens op Google Maps, Google Earth, Venetië. Je moet eens kijken, Venetië is helemaal dichtgeplakt met foto's, met van die fototags. Hè? Ja. Dus iedereen ter wereld die Venetië heeft bezocht, dus al het water van heel de Laguna in Venetië, zijn allemaal blauwe plekjes van fototags. Het is allemaal dichtgeplakt door... Het leuke is, terwijl wij het over fotografie en digitaal hebben, ben ik beeld kwijtgeraakt ergens. Ik weet niet of daar iemand iets ook aan het doen is of... De beamer is uitgevallen dan op een of andere manier. Maar ik denk dat dat in dat kastje zit, of niet? Maar goed, het zou fijn zijn als daar ondertussen... Want anders is het raar dat ik zo meteen verder ga met foto's die alleen Edwin en ik zien. Anders moeten we allemaal even kijken achter. Allemaal even daar kijken. Die,
Ik weet dat jij ondertussen, Bram, nog een vraag had over Ruurlo. Ik denk dat het in de stekkers zit. Nee? Ja, goed. Misschien kan ik inderdaad de technische mankementen even opvullen. Met een vraag inderdaad van Anja uit Tilburg. Het ging over het kunstwerk wat we net zagen, Ruurlo. En zij vroeg zich af wat er eerder was, die aanzichtkaart of het idee voor dat kunstwerk, over tijd gesproken. Oh, de aanzichtkaart. Het idee bestaat eigenlijk niet. Er bestaan vormen die en fenomenen die ideeën geven en toevalligheden. Maar het idee op zich is een toevallige, poëtische bijeenstromen, toevallig bijeenklasje van dingen die je ziet of meemaakt. En, ja, dus zeker het beeld, ja. Oké, en dankjewel. Ik heb nog een vraag gesteld is door Rinske uit Utrecht. Dat gaat ook weer over tijd, jouw videokunstwerken. Sommige kan je uitkijken, sommige hebben een begin en een einde, andere niet. De Homeless Cat kwam net al ter sprake, dat is een loop. Hoe belangrijk vind jij het dat mensen jouw werk uitkijken? Of dat zij het helemaal van begin tot einde zien? Het is iets waar ik helemaal geen grip of controle of verlangen in heb zelfs, omwille van die reden. Het is secundair. Zoals ik daarnet zei, eigenlijk verwacht ik in allereerste instantie dat ze eraan voorbij gaan lopen. En dat pas, dat het werk is een soort van combinatie tussen dingen die je herinnert, die je eigenlijk al weet uit de herinnering en die je dan toevallig in een museum eigenlijk opnieuw ziet. Dus nee. Daarom heb ik ook werken gemaakt die 14, 15 uur duren. En ik ben momenteel aan het werken aan een werk dat 1000 jaar gaat duren. Aan het werk? Aan een... Ja, een... Leg dat eens uit. Een nieuwe... Een opname bedoel je die 1000 jaar gaat duren? Of... Eigenlijk, het wordt een game, een serious game. Ja. Die met hulp van bepaalde programma's het Olympiastadion in Berlijn zal laten vervallen tot de ruïne. Maar als getuige. Dus we zullen eigenlijk het werk laten doen aan de natuur. Omdat het 1000-jarige rijk, ken je wel. En het is een soort van sweet revenge. Bedoel je nu dat je het Olympisch Stadion gaat animeren, zodat het digitaal gaat animeren, zodat het langzaam vervalt? En dat gaat 1000 jaar overheen? Ja, mijn studio gaat de eerste 50 jaar doen. En daarna moet iemand het overnemen. Ja. Ja. Een mooie gedachte. Ja. Je had het net over... Ondertussen gebeurt hier van alles. Kijk, maar hier krijgen we wel langzaamaan... Hoop ik dat ik hem weer terug heb. Ja, maar dan beginnen we gewoon weer aan het begin. Maar dat geeft niet. Dankjewel, Edwin. Dat is van op de Rijksacademie nog. Ja, dat vond ik leuk. Maar nog even over wat je zei over video en of mensen het wel of niet bekijken. Het viel me ook op dat je het ergens een soort autistische neigingen vindt. Of het medium zelf, een video-installatie is met een soort autist vergelijkt. Ja. En het gedraagt zich in een opstelling als een autistisch iets. Ja, dat is eigenlijk eens aan een... Een sociaal fenomeen, ik heb dat al vaak proberen uit te leggen, maar niemand lijkt er naar te luisteren. Het heeft eigenlijk te maken met het fenomeen van het isolement in de bioscoop. Het is one way direction. Hè. Ja, van ik ga naar een bioscoop, ik ga zitten. Je hebt de comfortabele zetel en je laat je impregneren door het gebeuren. En... het autisme heeft eigenlijk te maken met het moment waarop dat fenomeen samengebracht wordt. Het is alsof dat je zou zeggen, we gaan we gaan dus met z'n allen door een film heen zitten. Of we gaan een plaza maken waarbij dat we verschillende cinema's bijeen gaan brengen, maar in één ruimte. Ja. En dan krijg je natuurlijk die cacophonie. En dat bedoelde ik eigenlijk met autisme vooral van de audiovisuele installatie. En ik heb dat een sociaal fenomeen genoemd. Dat is eigenlijk een onvolmaakte gedachtegang van mij, maar ik heb dat een sociaal fenomeen genoemd omdat dat effectief... is ook weer... Niet dat ik zo'n... Ik ben geen Marshall McLuhan-fan, maar de ouderen onder ons, die zullen hem al nog goed herinneren. Maar het is ook een typisch hot medium. Je zit alleen en enkel met dit fenomeen van die projectie voor je.
En mijn generatie moet het daar zo niet van hebben. Ik ben vooral geïnteresseerd in de coole versie van de projectie. Met name de versie waarbij dat er wel een samenleving bestaat tussen verschillende projecties en tussen verschillende... Ik zeg het altijd op sociaal niveau, ja. Maar eigenlijk is dat gewoon een metafoor voor installaties die niet met elkaar kunnen samenleven. En, waardoor je bijvoorbeeld op een biennale of op biennales al die kleine hokjes krijgt waarin die video opgesloten wordt. Het wordt opgesloten en vandaar, dan krijg je de zoo, waarbij dat dus de leeuw ginder zit omdat die brult. En die is eng, dan moet je hier naartoe. En dan steken ze de hertjes ertussen, omdat die alleen maar kunnen schrikken, maar zonder lawaai te maken. En dan het volgende brullende dier wordt dan iets verder gestoken. Maar zo gaat dat dus in biennales ook. De luide installaties die worden dan gebufferd met de stille installaties. En, dat is niet de manier waarop jij het zou willen. Nou ja, ik zou het toch aanraden om aan een curator om toch minstens een degree in een soort van acoustic engineering ook te volgen. En dat bedoel ik eigenlijk met het autisme, met die dingen die met elkaar niet kunnen samenleven. En we hebben dat al vaak concreet gezien ook. Dat gaat dan over de volumeknoppen. Ja. Dat de volumeknoppen van de diverse installaties, die zitten dan verborgen in kastjes op de biennale. En dan moet je als kunstenaar te weten komen waar het kastje is om jouw volume hoger te zetten dan het volume van je buur. En dan krijg je dat soort van situaties. En het is niet moeilijk dat mensen video moe worden. Spreekt toch vanzelf. Maar het vraagt natuurlijk ook een andere concentratie, want je moet er iets anders voor doen dan langs een schilderij lopen. Voor gaan zitten. En dat vind ik nou net niet. Hè? Nee. Dus ik vind nou net dat je niet de sociale ruimte van het museum eigenlijk niet die is van de bioscoop. Het is ook... Ik lees de laatste tijd nogal vaak Boris Groys en hij zegt iets zeer amusants eigenlijk. Hij vraagt zich af of de kunstenaars die lange documentaire en whatever, films maken op biennales en dergelijke meer, je hebt maar 5 minuten tijd, maar we gaan 5 minuten zien van de film die 60 minuten duurt. Ja. En dat hij zegt van, de vraag is eigenlijk of dat misschien niet een deel van de strategie is om eigenlijk te zeggen van, ik als kunstenaar weet het beter als u. Ja, want u zult toch de tijd niet nemen om mijn installatie te zien. Dus het is een soort van nogal paternalistische houding ten opzichte van de toeschouwer. En ik vind dat moet je niet doen. Dat moet je niet laten aan... Laten we eens naar wat jeugdwerk kijken, want die staat er nou al een tijd. Jeugdwerk noem ik het, maar het is gemaakt... Ja, dit is gemaakt op basis van... kijk, op de Rijksacademie, ik verloor al mijn ideeën in snel tempo. En ik zat vaak in de medische sectie van de Universiteit van Amsterdam. Ja. Omdat die heel veel fotografie hadden. Dus daar was de fascinatie voor foto er al? Ja, en daar begon mijn verzamelaarswoede eigenlijk. En die hadden heel veel diagnostische beelden eigenlijk sinds de jaren 30 van allerhande verschrikkelijke dingen die met de mens gebeuren en zijn gezondheid. En ik fotografeerde alles en ik maakte soms schetsen op basis van diagnosebeelden. En ergens zit daar een beetje zo nog de herinnering van Luc Tuijmans in, omdat zijn diagnostische blik was dan zo 5 jaar daarvoor verschenen. Het grappige was, ik mag je dat eigenlijk niet vertellen, maar het grappige was dat al die beelden van die reeks ben ik tegengekomen in het archief in Amsterdam van Luc Tuijmans. En het klopt niet. Hij heeft het gewoon klakloos nageschilderd. Want hij zei altijd van, ik heb het een klein beetje gestretched, een klein beetje erg gecomponeerd, klopt niet. Al die dingen. Maar ik denk dat ik die nog altijd heb gezien. Het hoofd komt daar ook uit voort. Ik weet niet meer waarover het gaat, maar... Maar wat mij opvalt is dat je hier al met verkocht werkt, dus een vertekening, zeg maar. Dat je met schaduw werkt, alsof je alles met collageachtige manier
Ja, ik wou dat de eigenlijk pijn... al heel veel heeft van je... Ik wou de pijn of het probleem eigenlijk afleiden naar het vierkante hoofd en naar het stuk papier eigenlijk. Dus een vorm van formele uitvlucht. Beeldgrap. Ja. Wat mij opviel in die hele vroege tekeningen is ook een soort agressie. Daar hebben ze ooit... Dit is kort na Marc Dutroux gedaan, of misschien zelfs ervoor, want ik ben een goede baal. Ik denk echt van, dit is een kant die ik helemaal niet van jou kende. Nee, dat is zo. Ik smeet het er ook allemaal maar uit. Hè. Ready within 5 minutes. Ik vond het dat en zo. Waarom moet een zwangerschap nog altijd 9 maanden duren? Op de zijkant iets van ontwerp voor een publiciteitscampagne voor de versnelde productie en ontwikkeling van kinderen. Oh, shit. Door een farmaceutisch bedrijf. See, anything you say can be used against you. Uh-huh. Op basis van die twee tekeningen hebben we zoiets is een tentoonstelling. Mijn eerste tentoonstelling moeten sluiten. In Oostende. Omdat dat was dan net na Marc Dutroux. En ik heb dan een... Mij deed hij aan Jiske vet, denk ik. Stadium. Iemand heeft ooit met een rood stift een kruis door die tekening getrokken. Maar ja, dat is meer een soort jeugdzondes. Ja. Maar tekeningen zijn natuurlijk ook dingen die... Dat is er nog, ik vond die vroeger toch wel heel... Maar hier gebeurt al iets, dat je iets gaat doen met de titel. Deep thinker. Dus diepe denken. Ah ja, wrijven tot wanneer dat het... Tot het bloed bijna, tot het een wond. Maar dat is een mix natuurlijk van twee beelden. Maar die combinatie van beeld en titel. Ja. Waardoor het ook heel erg over taal en betekenis en beeldtaal en betekenis begint te gaan. Ja, die tekeningen zijn toch wel belangrijk, hoor. Omdat die voor mij... Kijk, ik heb de keuze gekregen tussen paranoia en vertrouwen. Dat zijn zo... Wanneer, van wie kreeg je de keuze? Kijk, als je cineast bent en je wilt carrière maken, dan moet je voor paranoia kiezen. Of als je politicus bent, dan moet je voor paranoia kiezen. Maar je doet alsof dat over vertrouwen gaat, maar je moet voor paranoia kiezen. En ik heb voor vertrouwen gekozen. Eigenlijk met het... maar dat is natuurlijk de minst sexy vorm van met je beelden omgaan. En met paranoia bedoel ik de beschuldiging dat achter elk teken, achter elke lijn, achter elk poneren van iets, een mogelijke gruwel gaat. Waarom zijn we zo gefascineerd met moordhistories? Jij kiest voor de kant van vertrouwen, dus ik laat de gruwel meteen zien. Ik kies voor omhelzing. Je omhelst de gruwel en je hoeft verbergen. Nee, ik omhelst de gruwel niet. Ik omhelst de dingen, zoals ik omhelst de foto's die ik tegenkom, eigenlijk materiaal dat ik tegenkom. Ja, zonder het te verstoppen bedoel je? Omhelzen en vooral voor zorgen. Zorgen dat ding dat je op papier gevonden hebt, ergens in een archiefje, dat je dat niet op een pornografische manier gaat gaan bekijken, van I can do whatever I like with you, piece of shit. Maar dat je zegt, ik ga zorgen dat men u niet kan lezen op een gedwongen manier. Zodanig dat jij, beeldje, dat jij terug subversief kan worden. En dat jij terug onleesbaar of een soort van nieuwe toekomst. Wat betekent dat je het beeld zo een plaats geeft dat je het eigenlijk verzacht? Dat je het verzacht? Verzachten kan een strategie zijn. Ja. Het deed me ook denken aan hoe je met taal en beeld omgaat, wat voor mij een net typisch Belgische kwaliteit is in de kunst. Wat Broodaars ook deed met taal spelen en beeldtaal spelen. Ja. En wat Magritte bijvoorbeeld ook deed. Ja, maar de ironie daarvan is dat geen enkel Belgische kunstenaar vandaag zich eigenlijk nog, als hij zichzelf respecteert, nog met taal kan werken. Ik bedoel, met geschreven taal dan. Omdat die zo... Het is zo pittoresk geworden, hè? Om als Belgisch kunstenaar met het woord te gaan werken. Dus dat hebben we onder andere te danken aan Magritte. Waarom is dat pittoresk geworden? Ja, ik weet het niet, maar zo werkt de toeristische industrie natuurlijk. Dus. Ja, op die manier. Ja. Ik vind dit zo typisch. Oh, waar heb je dat vandaan? Even, heb ik van Hendrik gekregen. Toen was op jouw atelier. Ja, ik was hem ook ergens anders al tegengekomen. Ja, dat ging natuurlijk. Dat waren twee foto's die ik op het internet heb gevonden van een vogeltje dat een worm
ja, naar boven trekt om op te eten. Maar jij draait ze om. Ja. Misschien moet ik daar iets mee doen. Ja, ja, die is leuk. Maar ik vind het heel typerend voor jouw manier van kijken of denken bijna. Zoals je dat omkering hebt in de Homeless Cat. Je had het er straks al. En dan denk ik, als je daar zo'n tekstje inzet van een oefening in uitsluiting. Het is even vertaling van wat er staat. Gehangen op een museummuur. Teruggebracht tot een paar grote ogen die je aanstaren. Verlangend naar je medelijden om binnengelaten te worden, eten te krijgen. Maar omdat hij feitelijk een canvasscherm schilderij is, wordt hij natuurlijk uitgestoten van deelname aan onze wereld. Dan denk ik, dit is Sistine pas een piep. Ja, ja. Of daar een variatie op. Ja. Oh, ja, maar dan mag ik er op een tekening maken dat er nog bij schrijven. Maar in bewegende beeld mag ik dat natuurlijk niet doen. Want anders maar dat was een kant die ik er niet meteen in had. Want ik ken het werk natuurlijk van, omdat het hier heel lang bij de entree ook heeft gehangen. En Homeless Cat, dus het videowerk uiteindelijk, zoals hier, deze. Ja. Ik heb me nooit zo gerealiseerd dat het ook daarover ging. Dat het werk aan de muur nooit met de werkelijke wereld meedoet. Ja, Juan Miro heeft ooit eens gezegd dat als je geen ideeën niet meer hebt, dan moet je beginnen met terug een paar schoenen te tekenen of een glas bier. En niet dat ik geen ideeën had, maar ik heb een kat en ik observeer die graag en veel. En natuurlijk haar gezaag aan, op zijn Vlaams, aan het venster om binnen te komen. Ja, het gebouw. En ik, is het je eigen kat? Ja. Maar dat was ook een vraag volgens mij, Bram, of niet? Ja, ik heb met name van de rondleiders in het museum hier heel veel kattenvragen. Daar zijn we nogal voor hem geobsedeerd. Ik ga ze in één keer, of je zijn naam wil noemen, hoe oud hij is, of hij wiskas of ander voor heeft, of hij nog leeft. We zijn met name geïnteresseerd ook vooral in het praktische aspect van de kat zelf. De kat is eigenlijk het moeilijkste model dat ik had kunnen kiezen, want het is een langharige kat. En ik moest alles voor een bluescreen filmen. Krijg je zo'n amorfe vorm. En dan heb je onwaarschijnlijk veel werk met het wegpainten van al die pixels natuurlijk. Dus ik had beter een... Maar ik heb een straatkat willen nemen, maar geen enkele kat kon zo goed bedelen als mijn kat. En heeft heel grote ogen. En eigenlijk is de schoonheid van een kat die vooral dus een hoopje met twee grote ogen erin die geen uitdrukking hebben. En daarom denken we dat ze heel veel uitdrukking hebben. Ja. Je kunt er alles in projecteren. En vandaar het idee dus dat die... maar het is Minus, hij is 7 jaar oud. En het derde werk dat ik met een kat maak... Denk ik, derde werk. Mijn eerste werk was een kat, en niet Cat and Bird in Peace, maar was een kat die... Maar ik ben dat werk kwijtgeraakt. Samen was... met de kanarie, Piet, of niet? Nee, dat is nog ervoor. Oh. Heb ik een kat gemaakt. Ik luister altijd naar slechte muziek. En ik had ook techno-muziek, maar van begin jaren 90. Heel slecht. Maar nee, dat was echt zo hardcore. En ik had twee grote speakers en ik had het kattenmandje ertussen gezet. En ik had een volle bak gezet op het moment dat hij lag te slapen. En ik heb er een camera op gezet. Een stierenmishandeling, volgens mij. En hij keek recht in de camera. En dan heb ik dat omgedraaid. Heb ik gedaan alsof dat... Heb ik dat in de installatie, in de ruimte, dus waar in de tentoonstellingsruimte, heb ik dat omgedraaid. En hij slaapt wanneer dat de luide technomuziek er is. Doe, 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 doe. En als iemand de muziek afzet, dan kijkt hij pas op. Ja, van, hè? Dat was eigenlijk het derde werk. Het derde werk met de kat. En het andere was natuurlijk Cat and Bird. Ja, waarbij je gewoon je twee huisdieren in één ruimte hebt gezet. Zo, die twee, Tommy en Jerry? Minos, dat was Minos. En, nee, maar de tekenfilm vroeger, Tom en Jerry. Ja. Zo de kat en de vogel in één ruimte en iedereen zit in spanning te wachten tot... Maar dat ging toen al over van... Dit is zo... Ja, ik vind altijd als je zit te wachten... Er is een bepaalde kwaliteit aan wachten die we niet zo vaak meer... mogen beleven, omdat ze zo onproductief... Dus wachten is onproductief. Maar er zijn zo momenten waarop dat kan omgevormd worden in iets waarin dat je nieuwe dingen begint te zien. En ja, de kwaliteit van verveling is dat eigenlijk, hè? Ja.
Ik heb nog een aantal andere Twitter-vragen wellicht die ik even in kan breken. Je had het net over de Berlinale van Venetië en een sociaal fenomeen van allerlei films in één ruimte. En dat wordt door Lotte Meijer, die zit geloof ik in Amsterdam mee te kijken, niet zo goed begrepen. Of je nog duidelijker kan illustreren wat je precies daarmee bedoelt. Je had het daarbij over autisme, dat er meerdere dingen niet tegelijk kunnen bestaan als sociaal fenomeen op een expositie, zoals in Venetië. Stel u even voor dat de video-installaties dat mensen zijn met diverse interesses, die geen enkel gespreksonderwerp met elkaar kunnen aanknopen. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Die wel alle vier tegelijk laten staan te praten. Ja, maar die wel graag hun eigen verhaal willen doen. En die wel graag per se willen hebben dat je hier en nu je aandacht eraan geeft. Maar die niet kunnen verdragen dat er iemand anders tussenkomt. En dat bedoel ik eigenlijk met het autisme. Dat klinkt behoorlijk autistisch, inderdaad. Dan hebben we nog een vraag. Dat heeft te maken met jouw inspiratiebronnen. Je noemde net een overeenkomst tussen jou en Luc Duijmans. We hadden net een schets. Heaven Instead Baby, geloof ik, dat die oprecht stond. Die enkele twitteraars nogal deed denken aan werk van Philip van den Berg. De korte schetswerkjes van hem. Kunnen we hem nog even terughalen of is dat onmogelijk? Nee, dat is niet onmogelijk. Ik bedoel deze. Even kijken. Ja, die rechts, ja. Op rechts. Doet dat denken aan Philip van den Berg? Die heeft onder andere schetjes gemaakt, ook in deze pose met seksueel expliciete boodschappen erachter. Hij heeft zich ook afgevraagd waarom dat nog 9 maanden duurt voor leven. Nee, dat weten we niet. Maar in ieder geval, de vraag blijft, je hebt een kunstenaar zelf genoemd. Of jij een kunstenaar ook als inspiratiebron hebt, buiten dus slechte technomuziek, zoals je zelf aangeeft, of vroege fotografie? Ja, er zijn er wel enkele. Ik ben heel vroeg eigenlijk door... Ik zeg dat nu echt niet om de pond te flatteren. Maar door heel vroeg een tentoonstelling te zien van Jeff Wall in de pond. Als jong manneke, we hadden een autootje. En dat kon alleen maar... dat had de rijkwijde van ongeveer 100 kilometer. En dus de pond lag in het rijkwijde van wat we op zondag zouden doen. En dat zag ik onder andere die prachtige tentoonstelling van Jeff Wall heel vroeg. En sindsdien was ik een grote fan van zijn werk. En, kan je zeggen waarom? Wat je zo fascineerde? Ik denk dat het belangrijkste keypoint in zijn werk is wat het mij heeft geleerd, is dat de personages in zijn werk zich minstens even bewust zijn van jouw aanwezigheid als jij van hun aanwezigheid, mm-hmm, of afwezigheid. Dus dat hij die... Hij loste al iets van die aan-afwezigheid op, ja, van de foto. Wat je eigenlijk bij Manet hebt ook, en ja, waar hij ook naar refereert, is eigenlijk die theatrale perceptie van de toeschouwer. Ja. En daar was ik ook in zeer in geïnteresseerd. Maar ondertussen moet je ook zeggen en ik denk dat hij er wel zou beamen ook, dat zijn werk... misschien niet de vruchten heeft afgeworpen in de nieuwe generatie die hij had gehoopt. Maar ja, wat is dat natuurlijk? Meestal is de invloed die een kunstenaar heeft op de jongere generatie niet wat hij graag zou zien gebeuren. Wat zou jij graag als invloed hebben? Ik weet het niet. Ik probeer daar nog steeds aan te ontsnappen. aan überhaupt invloed hebben? Ja. Ik vind van Jeff Wall wel, want ik wilde ook nog even naar een van jouw nieuwste werken... Highway Wreck, snelwegwrak. Ja, snelwegwrak, ja. Waar wel iets in zit waar voor mijn gevoel ook wel herkenning met Jeff Wall in ieder geval. Van wat jij noemt met Manet en aanwezig, ja, afwezig zijn. Ja, ik heb het gevoel bij Highway Wreck, ik heb hem gezien in het Rotterdam. Fotomuseum in Rotterdam. Ja. Dat je ons meeneemt in deze installatie, ja, in de ruimte van de foto. En alsof je in de foto ineens als kijker... Ja, er is inderdaad ook een verband. Hè. Er is inderdaad ook een verband met de Spectacle Society. In die zin dat als je het idee van het ongeluk langs de autosnelweg bekijkt, eigenlijk als... ik werk altijd met eenvoudige uitgangspunten eigenlijk. Ja, hier was het uitgangspunt een foto uit het archief ergens. Ja, maar eigenlijk ook het uitgangspunt van uit het dagelijkse leven. We hebben het allemaal wel al meegemaakt. We staan in de file en iedereen staat te kijken naar een... En je passeert en mensen halen een iPhone uit en ze nemen een foto van het ongeluk. Nadat ze een half uur hebben staan wachten. En
Het idee van, de, van het spektakel, dat, dat eigenlijk als functie heeft om je even te arresteren en je immobiel te maken en eigenlijk alle energie naar, het, naar de showpoint te trekken. De focus, dat je en even dat, stilgezet ja, wordt. En dat doet het ongeluk eigenlijk als een soort van... Het, wat doet het ongeluk langs de autosnelweg? Het is een soort van... vergelijking met de coma van het lichaam. Het lichaam komt tot volledige standstil, met name ja. alle niet-essentiële elementen, dus ook de circulatie ja. langs de autosnelweg. Iedereen stapt uit en het leven stopt. En alle energie, alles wat rest van energie en van mogelijkheden, gaat naar het ongeluk. Ja, ze noemt en, het ook een verkeersinfarct. Hè? Ja, eigenlijk het verkeersinfarct, ja. precies ja. letterlijk. En mijn idee met Highway Wreck is dat het moment dat je op het verkeers, op de tragiek komt, dan in terzelfdheid ook het spektakel. Ja. Dat je vanaf op dat moment eigenlijk langzamerhand begint te beseffen dat je naar een spektakel zit te kijken dat zich ver in de tijd terug situeert. Door de, het is heel bizar, want je door die modieuze elementen zoals die carrosserie die het niet meer van nu is dan ook de Duitse soldaat die er staat, die erbij staat en die drie kinderen. Ja, die heel duidelijk gedateerd zijn, maar het gekke is wel dat die auto glimt. Ja, en die dus auto, als kijker raak je heel erg vertwijfeld. Die auto heb ik zeer, zeer zorgvuldig geconstrueerd en ik vond dat ook de Achillespees van het werk. In die zin dat ik... Die moest er nieuw uitzien, alsof dat die ook als een glimmende wagen van het nu... Ja, alsof net, iemand met zijn Oldsmobile ja, is lekker net, was net van de autosnelweg was ja. geraakt. Maar die moest er terzelfde tijd ook uitzien alsof dat, die, alsof dat een element was dat over het hoofd was gezien. Alsof het een element was dat vergeten was door die jaren Zoals heen. Je in een film gewoon iemand per ongeluk nog een horloge aan heeft, terwijl het een film uit bijvoorbeeld, is. Ja. Maar alleen hier gaat het om het belangrijkste element in de ja, film. En die zijn per ongeluk vergeten dus, op te poetsen. We zitten daar, daar genereer je een lichte van... Ja, ik zal nu maar zeggen 70 jaar, maar het is gewoon een leegte in de tijd. Misschien moeten we even vertellen aan mensen die het werk niet hebben gezien, hoe het zich gedraagt verder. Want je komt vanuit die vanuit het wrak, zie je eigenlijk steeds meer omstanders, zie je mensen kijken, zie je een file ontstaan. En dat zijn redelijk eigen tijdse ja, beelden. Ja, dat zijn mensen van nu. Ja. Mensen van nu. En eigenlijk tonen we en vooral... En het eindigt volgens mij een beetje, voor mijn gevoel eindigt het een beetje met dat je ook vanuit dat wrak uitzoomt en het hele landschap ook. Ja, ja. We brengen de twee tijds oppervlaktes eigenlijk niet samen buiten op het einde. Op het einde komen ze even samen en blijken ze in dezelfde soort van fictieve ruimte te zitten. Eigenlijk is dat een werk dat onderhandelt tussen ruimte, hè, als in de waarneming, en geschiedenis. Hè. Ja, maar ook tijd. Ja. Tijd ook die tijd, heel erg verwarrend wordt. Van waar zitten we nou in die tijd? En ook wat heel typisch is, vind ik, je gebruikt geen geluid, waardoor je voor mijn gevoel heel erg het fotografische benadrukt in de film. Ja, alsof ik naar foto's zit te kijken. Het is ook zo'n diashow. Ja. Maar net als ik denk nu, is het is echt een diashow van stils achter elkaar. Dan ga je door die stil bewegen. Ja. Dus zo'n vertraging die er ontstaat. Dat is op een complexe manier opgebouwd, hoor. Het is op een manier opgebouwd die... waarvan je moeilijk kan zeggen, die is animatie of 3D of fotografie. Het zit erin op een... Het is de monster Frankenstein. Je bouwt het organische en anorganische materie die samenkomt. Ja, dus je hebt wel foto's gebruikt, maar je hebt ze... Nou ja, ik heb de foto's gebruikt als referentiepunten vooral. Als inspiraties. Ik ben ook gaan kijken naar bepaalde van die... autosnelwegen die verlaten waren. Ik heb natuurlijk ook veel opgezocht. Ik heb vaak in een file gestaan. Ja. Ik denk dat ik een van de weinigen ben die bewust files ben gaan opzoeken. Jij hebt gewoon eigenlijk van de nood een deugd gemaakt. Ja. Van als ik dan toch in die file sta. Ik had altijd een camera bij en filesituaties fotograferen. Maar dat was enkel eigenlijk het soort van sprokkelmateriaal voor de idee. Allee, vanuit het idee. De productie zelf is eigenlijk helemaal in de... computer gebeurt. Ja. En wat ik opmerkelijk vind ook, dat, maar dat schrijf je er zelf ook, hoor, dat figuranten
zich echt als figuranten gedragen. Dat de mensen die er in staan te kijken, absoluut geen contact maken met wat er gebeurt. Maar ook niet. Ze kijken wel, maar eigenlijk denk je, wat staan ze daar te doen? Er is geen enkele belangstelling of emotie. Dus maken ze ook niet echt een contact als je het dan toch over autisme hebt? Ja, nee, natuurlijk. Omdat zij moeten daar nog, als alles goed gaat, nog een hele tijd staan kijken. Dus stel dat het werk nog een aantal jaren tentoongesteld gaat worden, of misschien nog 50 of 100 jaar, dan moeten die mensen daar nog zo lang staan kijken. Dus is het beter dat ze ongeïnteresseerd staan kijken dan dat ze geïnteresseerd staan kijken? Want als ze geïnteresseerd staan te kijken, dan begin je af te vragen waarom? Zou jij 100 jaar lang geïnteresseerd staan kijken? Nee, maar het idee waarom dat ik eigenlijk die mensen dan ook als zombie... Hè? Er gebeurt natuurlijk ook iets met mij als kijker. Ja, ja. Maar dat is ook het kijken en bekijken. Dus je kijkt naar een stel kijkers. Ja, ja. Je kijkt eigenlijk naar het publiek. Ja. Maar het idee van de zombie vind ik de figuur van de zombie vind ik een interessante figuur. En ik heb die terug herontdekt met 3D te gaan werken. Of te beginnen met 3D te werken en met de zaken te ontdekken zoals de huid en de textuur en de levensloze omhulsel eigenlijk. Het levensloze omhulsel. En wij zijn eigenlijk allemaal zombies. Ik weet niet of we het beseffen, maar we zijn eigenlijk allemaal zombies. Hè? Ik had me dat nooit beseft, dat ik een zombie was. We weten het niet, maar we zitten eigenlijk in de Matrix voor een stuk. Hè? en wie bestuurt ons dan? Nou ja, dat is, als je achteruit kijkt, dan zie je het wel wie bestuurt. Daarom zegt McLaren, vooruitkijken vanuit de achteruitkijkspiegel. Proberen ergens dan, tussen de dingen te komen. Dan denk je... En dan zegt hij op het einde zegt hij iets heel pathetisch. Dan zegt hij, kunstenaars zijn de enigen die ons een zicht naar voren kunnen geven. Het is niet waar, maar het is wel mooi als idee. Die ons misschien van bewust maken dat we achteruit kijken. Ja, ik denk dat dat is. Dat zou wel een hele mooie zijn, hè? Ik ga even wat doorbladeren. Wat ik allemaal niet... Want langzaamaan moet ik toch eens een beetje... Mag ik tussendoor een Twittervraag stellen? Ja. Dat had ook te maken met het werk wat we net zagen. Die enorme snelweg met die auto's, veel figuranten. Het is een praktische vraag. In hoeverre is alles geanceneerd? En daarbij wordt ook nog gevraagd, hoe kom je aan je vrijwilligers, toeschouwers? Zijn dat acteurs of figuranten zijn het dus net? Maar hoe werf je die? Alles is geanceneerd. Dus vraag 1, alles. En ik denk ook dat we daar naartoe gaan. Naar een beeldcultuur waarbij alles geanceneerd is. Dus iedere boom langs die snelweg, iedere vrachtwagen in de file was precies zoals jij hem hebt gewild. En dat is een zeer vervelende taak. Over elk merk van elke wagen zijn er eindeloze discussies geweest. want de hedendaagse wagens die worden na verloop van tijd ook oud. Dus deze installatie over 10 jaar nog wil laten zien... Ja, bijvoorbeeld, 10 jaar is nog mild. Maar als je die over 20 jaar laat zien, dan denk je van... Ja, dat is een werk uit de jaren 2010. En dus daarover wordt gediscuteerd. Dus over zo'n ding, alles. Maar wat ik het boeiende vind aan waarbij alles geanceneerd wordt... is dat je geconfronteerd wordt met je eigen standpunt als dat van de schepper. Omdat je schept zogezegd alles, maar eigenlijk schep je niet. Je probeert gewoon je weg te banen door wat zou ik hebben gedacht indien ik niet had moeten denken over het, hoe zou dit beeld spontaan... tot stand zijn gekomen. En dan moet je natuurlijk beslissingen nemen die zeer intuïtief zijn, maar ook zeer riskant, want het kan fout gaan, maar die ook zeer veel geld kosten in de productie. Ja. Dus als het fout gaat, dan heb je het wel flink zitten. Dus dat was de eerste vraag. Alles is in het scène gezet. En wat was de... Of hoe je aan je figuranten, acteurs, mensen op jouw film komt. Waar werf je die? The shortest way possible. In die zin dat... Mensen uit de straat. Ja. Ja. Ik zeg maar wat. Ja, maar ik heb letterlijk... Assistenten. Je hebt 9 rondlopen. Het gebeurt wel dat mijn assistent... dat ik zeg van, doe nu de deur open, ga naar buiten en kom terug met iemand.
En dat die dan ook effectief terugkomt. En komt terug met? Met iemand. Met iemand. Die, maar dan zeg je niet die met... zich heeft laten ompraten op straat, ja, om te figureren voor het ding. Vaak vrienden en kennissen. Met beginscherm had ik je ook een tekening waarin je jezelf hebt getekend voor Sunrise. Oh ja, ja. Waar jij zelf in figureert. Ja. Doe je dat vaak? De Sunrise is eigenlijk een mirakel. Want toen ik had alles perfect voorbereid. Ik heb eigenlijk een beetje een allergie aan acteurs. En ik had alles perfect voorbereid. En ik wist ook welk karakter, welke ziel mijn actrice moest hebben. En ik dank God nog altijd. Whatever. Dat nog altijd dat hij mij een meisje heeft gestuurd die zich vrijwillig had aangeboden als stagiaire in mijn studio. En die toevallig in Londen woonde, waar we ook de productie hebben gemaakt. Ze was Roemeense en ze werkte als kuisvrouw in Tate Britain. En ik zocht namelijk een actrice die de job kuisvrouw kon doen. Maar ze had geen enkele ervaring als actrice. We hebben het nu over, voor degenen die het niet weten waarover het gaat over Sunrise. Dat is een hele donkere werk, ja, okay, met in de hoofdrol een poetsvrouw of een huishouddame in het leven van rijke mensen die zich het minimalistische grote villa hebben kunnen permitteren. Een hele bizarre clash is het van twee werelden. Ja, ja. En toevallig dus, en ik zag op haar cv staan, en dat is echt no wit, ik zag op haar, cv staan dat ze, kuisvrouw was in Tate Britain. En ik dacht, laat maar komen. Maar we hadden dus alles perfect voorbereid voor dat werk, inclusief storyboard, maar we hadden geen actrice. Ja. Het moment dat we er aankomen. Waarom heb je zo'n hekel aan actrices? Acteurs? Ik heb er eigenlijk geen hekel aan, maar ik ben natuurlijk geen professional. Dus ik heb er ook schrik van. Ik ben geen professional. Nou ja, ik kom niet uit... Geen regisseur? Ik ben geen regisseur. En ik had gelukkig wel... Ik heb wel een paar assistenten die een beetje ervaring hebben in die zaak, die me dan adviseren. En op het einde van Sunrise hebben die ook carrément gezegd van David, ga nu maar even slapen. Of het is gedaan voor u, je hebt wij doen wel de rest. Ja. En gelukkig, want het was nodig. Dus ik heb eigenlijk mijn... Waarom had je die behoefte? Want bij Sunrise vind ik het heel erg... Ja, we hebben er, maar die, hij is hier in huis, die is hier binnenkort vast alweer een keer te zien. Om die twee werelden met elkaar te laten clashen, om dat zichtbaar te maken. Want het is een huishoudster, die komt poetsen. Eigenlijk lijkt het wel, zo komt het op mij over, alsof zij gevraagd wordt door haar werkgever om onzichtbaar te zijn. Ja, dus te poetsen voordat ze wakker zijn. En eigenlijk gewoon niet aanwezig te zijn, maar het huis moet wel schoon. Het is eigenlijk een onuitgesproken of uitgesproken kritiek op uitbuiting natuurlijk en op low wages. En in die zin, en het gaat eigenlijk wat samenbrengt. Ja, ook het onzichtbaar laten zijn. Dat vind ik nog een andere. Het onzichtbare valt samen, het donkere valt samen eigenlijk met het statuut van het idee van het moderne. En dus de moderne gedachte van de emancipatie van allen. Hè, en we gaan nu snel naar een zonnig geluk toewerken. Is nooit afgerond geworden, maar ik ga ervan uit dat dit dringend moet gebeuren. Want als we dat niet doen, dan gaan we alleen maar de lelijke kanten van het moderne blijven in onze nek krijgen. Dus mm-hmm. Het moet gebeuren. En dit confronteert eigenlijk die erfenis van het moderne. Dus wordt eigenlijk gesymboliseerd door dat huis, dat transparante huis, dat volledig uit geometrische vlakken bestaat. Ja. Maar dat natuurlijk een postmoderne gebouw is, geïnspireerd op Mies van der Rohe, maar niet Mies van der Rohe. Maar bewoond door natuurlijk... Dat is dan de ugly side of the modern thinking, is dat het enkel nog territorium is dat voor de mensen met het kapitaal toegeëigend kan worden. En al de rest, die in misery, please. Ja. En dus die twee ontmoeten elkaar, maar zonder een clash aan te gaan. De vrouw werkt in het donker, in het duister. En even kort gaat het licht aan, maar dat is de eigenaar van, hè, dat is mm-hmm. de man die naar het toilet gaat eigenlijk. Het toilet is ook belangrijk, want hij gaat gaan plassen. Dus eigenlijk plast hij nog eens op de, ja. op de situatie van de meid. Het is een soort vernedering
in, ja. in het ultieme. En daar komen we terug met de muziek. Dat hoor je op het einde, een stukje Rachmaninoff. Dat is een stuk dat mij ook al jaren aanspreekt, waarvan ik denk van god, dat is een stuk muziek dat een begin heeft, maar geen einde. Mm-hmm. Het eindigt als een begin. En dat is een kwaliteit. En ook weer, als ik dat vertel aan de kenners, dan lachen ze mij uit natuurlijk. Maar Rachmaninoff, we zijn nu bezig met Rachmaninoff. Nou, we zijn bezig met Karel Hoeyvaerts of met anderen, maar toch niet met Rachmaninoff. Maar dat is een stukje muziek met bijzondere kwaliteit. En eigenlijk is die muziek die mij het idee heeft gegeven van het werk. Om het werk te maken. Zonder begin of zonder eind? Van eind dat zich gedraagt als begin. Een eind dat zich gedraagt als begin. Ja. Zij eindigt haar taak. Op het moment dat de rest de dag begint. De eigenaars beginnen een dag, de zon gaat op, ze rijdt naar wherever, op haar fietsje, en het licht gaat aan. En dus je krijgt eigenlijk, terzelfde tijd heb je het fenomeen van donker en licht, en het licht op het einde van de film, als je de film helemaal gezien hebt, doet het licht eventjes pijn. Dat heb ik altijd zo fascinerend gevonden aan projectorlicht. Zoals dat projectorlicht doet mij nu pijn, omdat ik recht in de lens kijk. Ja. Maar voor u bijvoorbeeld niet. Maar toch zegt het brein eenvoudigweg, als je uit een donkere film komt en je op het einde een zon ziet, frontaal zegt jouw brein... Au. Ja. Het is te veel licht. En dat vind ik zo'n magische omkering eigenlijk van... Van licht en donker. Dat licht heeft helemaal niet... Helemaal niet in de positie om te briljant te zijn. Dat ligt ginder wel van die projector, nu wel, maar voor mij en voor jou. Maar de reflectie voor niet. Mijn... Ja. En toch, ik heb dat wel vaker gebruikt, eigenlijk, dat fenomeen. Dat het licht zo fysiek aanwezig wordt. Ja. Even terug naar die sunrise, want ik proef daarin ook een, en zeker zoals je het nu over vertelt, een soort engagement. Wat ik ook in ander werk van jou zie. Heb je iets met sociaal engagement? Ik heb het idee dat het namelijk laatste werken... Het begint eigenlijk al met Cat and Bird. Heel vroeg eigenlijk begint het met over... Het gaat over vrede in een situatie waar eigenlijk geen vrede zou mogen heersen. Ja, maar ook over onze vooringenomenheden gaat het. Verwachten dat ze uit de lijf gaan. Ja, het gaat over met elkaar kunnen praten... wanneer je niet verondersteld wordt van nog met elkaar te kunnen praten. Ik heb dat explicieter gemaakt naarmate ik bij Algiers Sections of a Happy Moment kwam. Yeah. Dat is het werk met die meeuwen. En dat zijn natuurlijk kinderen en jongens en mensen en mannen uit Algerije. Dus dat zie je snel. En die meeuwen die zijn dan... Ja, die komen uit een iconografie die eigenlijk meer de christelijke is. Yeah. Dus het gaat over macht natuurlijk. Maar ik vind dat ook in je oilworkers, zeker in de tekeningen ook. Ja. Ja. Soort stereotypen van de Afrikaanse niksdoende, brommer, zitter. De boda-boda-drivers daar. Ja, de oilworkers is ook weer een toe-eigening van een gevonden beeldje van op het internet eigenlijk, deze keer. Van de titel vond ik... Ik was al lang bezig met een werk dat zich situeerde in Liberia. Maar het probleem met Liberia, dat ging allemaal over bloed en over dood en over miserie. Al over al die clichés die men uit, spijtig genoeg, die Afrika, het Afrikaanse continent omringen. En dan bedoel ik met het spektakel gegeven... Of het paranoia gegeven, is dat ik doe daar niet aan mee. En dat soort, ik wil liever niet ingezet worden in dat soort van strategieën. Je hebt kunstenaars die daar carrières mee maken, natuurlijk. En toen ik dit beeld ontdekte, dat vooral ging over water. De oil workers of the Shell Company of Nigeria. Ik dacht, oil workers? Wat hebben die met olie te maken? Ik zie vooral water en ik zie vooral vochtigheid en ik zie vooral mensen die schuilen voor de regen. En dan dacht ik van, hier zit ergens een... heb ik een
oliebron aangeboord. Een energiebron aangeboord tussen water en olie die ik op een eenvoudige manier kan... Waardoor je langzaamaan in de film het water wat op de weg loopt in olie ziet veranderen of in een soort... Het is eigenlijk gewoon een louter volledige vertaling van een foto in een driedimensionaal beeld. Ja. Het water beweegt niet, het is gewoon één soort van... Het golft een kunstmatige beetje. Stil op de... En het water krijgt wel een olieachtig karakter. En het gaat eigenlijk... Ik werk altijd met mijn grote vertellers, mijn grote acteurs, zijn eigenlijk de getuigen. Zijn eigenlijk de achtergrondinformatie. Het licht, de schaduw, water. Dat zijn mijn vertellers. Nooit... 1986, nu is dat gebeurd. En kijk, het moment dat je weet dat dat gebeurd is, please be impressed. Maar ik heb ook het idee dat het water wat verandert in olie ook bijna een soort metafoor is voor hoe deze mannen van stereotype Afrikanen, boda-boda jongens, veranderen in gewoon medewerkers die even schuilen voor de regen. En dat ook heen en weer, net zoals de water olie wordt, dat ook veranderd. The oil workers returning from home had nog een returning from work had nog een andere gelukkige connotatie voor mij. Dat is natuurlijk met de broeders Lumière, die de arbeiders die terugkeren van werk, dus exiting the factory. Dat zijn zo van die dingen die samenkomen. Dat zijn geen bewuste beslissingen of zo, maar die je denkt ervan, ja, goed, blij dat dit erbij zit. Maar bij oil workers gaat het ook over de zombie, hoor. Over de leeggemaakte de figuur zonder substantie. Eigenlijk. Ja, dus de stereotypen weer. Vandaar ook het 3D gebeuren. Een hele andere. Dit is volgens mij nog geen videowerk geworden. Of digitaal dit heb werk. Ik opgegeven. Ja? Dit is een studie voor wat Sections of a Tragic Moment ging moeten... getiteld zijn, en na Sections of a Happy Moment. En dan is dit de versie me. Dit ben jij. Ik. Dat is de titel. Ben ik? Ja, is dat me? Ik weet wel niet meer waarom ik dat erop heb getekend. Maar dat ging eigenlijk over het probleem daarmee is... Misschien doe ik dat ooit nog wel. Maar het probleem met dat werk is dat ik wou... Ik wou iets doen met een oorlogsgebied in Liberia. Eigenlijk gaat over de suburbs van de Liberiaanse hoofdstad Monrovia. Dat is zo semi-dorpslandschap, half stad. En Noël Kidou, een Frans oorlogsfotograaf, die in 2003 een beeld heeft opgenomen van een moeder die... met haar kind over straat rent. En het kind is waarschijnlijk gewond, maar we zien het eigenlijk niet. Ik denk niet dat we bloedsporen zien. En de familie loopt mee, de vader en de andere. Ze rennen erachteraan. En hij staat daar als oorlogsfotograaf. Ik wou eigenlijk de verjaardag maken van dat beeld. Ik wou een beeld maken dat boven het dorp berust. Op een vijftigtal meter gedurende het hele jaar. Dat eigenlijk een pittoresk dorp laat zien. En één dag per jaar komt de camera naar beneden en grijpt terug op dat minuscuul kleine puntje. Wat dus de reconstructie van de tragic moment zou zijn. Maar spijtig genoeg is het allemaal fout gelopen in de dialoog met, of de correspondentie met de fotograaf, die mij van alles en nog wat heeft genoemd. Maar ik Hij was boos op je? Hij was boos omdat ik hem niet direct had aangeschreven. Ik had hem aangeschreven via een assistent van me. En hij vond dat het niet zichzelf, hij vond het niet waardig om daarop te antwoorden. En hij zei van, als je dan toch zo'n groot kunstenaar bent, kun je niet de moeite doen om mij direct aan te schrijven. En hij heeft mij een lesje geleerd dat ik interessant vond in het leven in het oog van de storm. Ik had wel al een vermoeden natuurlijk over de verschillen tussen een oorlogsfotograaf en mijn eigen praktijk. Omdat ik ben eigenlijk helemaal geen fotograaf natuurlijk. Dan zei hij van, ja, ken jij de naam van die mensen? Hij begon een hele hoop zeer concrete, pakkende
vragen te stellen. Ken je de naam van die vrouw? Weet je wat er met het kind gebeurd is? Weet je of ze nog leeft? En ik heb... Hij ging jouw lesje Ja, lezen. En ik heb jammer genoeg moeten terugantwoorden. Maar eigenlijk is dat de realiteit van... meneer Kidou, weet jij wat met jouw foto gebeurt binnen 50 jaar? Wanneer dat in heel dit conflict vergeten is, dan wordt het in het beste geval wordt het een soort van pittoreske pornografie voor mensen die zich geïnteresseren aan het verleden. En dan wordt de vraag niet meer gesteld over, over de naam van het meisje en over leeft ze nog of niet. Maar dan gaat het ineens, dan heeft het beeld eindelijk de identiteit gekregen die jij als fotograaf hebt bedacht. En, maar was dat de reden voor jou om die foto op die manier een installatie, om te zorgen dat het niet vergeten wordt? Ik proef daar wel jouw eigen engagement ook, dat je dingen wil laten zien. Het ging eigenlijk over het idee van, ik wou een metafoor neerzetten van het... de reden waarom dat het in het Afrikaanse continent ook nooit verandert, of er zijn uitzonderingen, maar waarom dat er bijna geen evolutie in zit, is omdat het wordt verhinderd. Mm-hmm. Het is niet omdat het niet kan worden veranderd, het is omdat het wordt verhinderd. Kunst op een... Door wie? Op een, we weten allemaal door wie dat het is, maar het is moeilijk om precies te pinpointen. Maar ja. Er zijn machten aan het werk die ervoor zorgen dat het natuurlijk niet vooruit kan gaan. En het idee van de commemoration, van de verjaardag, was natuurlijk net dat dat nooit zou veranderen. Hè? Ja. En dat je elke weer laat zien dat het dus niet verandert. Ja. Ja. Heb jij nog vragen, Bram? Ja, ik heb nog twee laatste vragen, denk ik, inderdaad, van de twitteraars. Je noemde net al een samenwerking met een fotograaf. En er is iemand benieuwd, Eva Dullaert, hoe jij, of je een verschil hebt in je aanpak als je werkt met een solo-expositie en een groepsexpositie. Hoe jij, benader jij je werk dan anders als het in een groepscontext hangt? Ja, dat is evident in die zin dat als je een individuele tentoonstelling hebt, dan heb je meestal ook een grotere invloed en een groter engagement in de opstelling. De fout ligt vaak bij de groepstentoonstelling. En, nee, niet de fout, maar het probleem. Het probleem. De problemen komen vaak pas naar boven bij de groepstentoonstelling wanneer dat je in die battlezone terechtkomt met andere kunstenaars. En waarbij dat je eigenlijk... Zoals die autistische vier... Ja, waarbij dat je eigenlijk... En ik heb het onlangs meegemaakt in eigenlijk nog maar enkele weken terug van Sydney, Biennale. Die tentoonstelling die, waarbij dat ik had vertrouwen... Het is een zeer goede curator, denk ik. Een zeer toffe dame. En ik dacht van, ja, ik laat ze maar doen. Ze zal het wel het best weten. Ik stuur de installatieinstructies op. Ik kom daartoe. Het was een verschrikking. Ik zakte door de grond van de schaamte. Ik had een van de monumentaalste werken had moeten zijn, werd in een piepklein kamertje tentoongesteld. Terwijl Douglas Gordon, die twee kamers verder zat en die een goede vriend was van de curator, een fantastische ruimte had gekregen en zijn installatie was zeer mooi gedaan. Pipi Lotterist beneden had 4 keer zoveel plaats als mij. En dan is het antwoord wel degelijk ja. De groepstentoonstelling is moeilijker. Dan moet je met elleboogwerk en met alles wat je kan. En dan moet je wel even vergeten dat je netjes bent opgevoed soms. Huh? Hierop, jij bent je netjes opgevoed? Nou ja. Hierop aanhakend is ook een vraag over hoe jij je werk tentoonstelt. Er zijn, Lotte Meijer merkt op dat er kunstenaars zijn die hun werk ook via internet tentoonstellen. YouTube, Vimeo. Dit doe jij niet, geloof ik. En waarom niet? Ja, er is of er wel. Ofwel, ben je daarmee bezig? Ja, dat heeft eigenlijk een beetje te maken met... Dat is het interessante. Dus hetgeen dat ik net in die tekst die ik voor Art Review heb geschreven, heb ontdekt, maar ik weet niet of het klopt. Dus, maar dat is het leuke van schrijven, men kan je niet direct aanvallen. Eigenlijk het fenomeen van de video, en natuurlijk de digitale video met name, en
nog verder denken, de video op YouTube, de video op mijn smartphone, etc., op de tablet, dat die eigenlijk de logica volgt van een soort van extreme liberaal kapitalisme. In die zin dat die verschijnt en verdwijnt. En liefst zo snel mogelijk. En dat je dus korte impressies opdoet die zo snel mogelijk van platform veranderen. Dat is natuurlijk, dat geldt voor YouTube. En mijn klein theorietje is dat het probleem is dat de museale ruimte is eigenlijk een ruimte die bedacht is vanuit een... ik ben al veel aan het lezen over vroeg socialisme. En ik ben helemaal geen socialist, maar dat eigenlijk de museale ruimte een sociale ruimte is. Die gemaakt is voor het idee van iedereen. En dat het eigenlijk gaat over eigenlijk de vroege vorm van vrije tijd hebben. Van de zondagnamiddag vrij hebben en van naar het museum te kunnen gaan. Uiteindelijk is dat een fenomeen dat toch al een hele tijd meegaat. En dat die twee altijd in conflict met elkaar zullen zijn. En daarom verkies ik om... dat je eigenlijk zit met een soort van free flow... liberaal fenomeen dat eigenlijk geplaatst wordt in een socialistisch platform, op een socialistisch platform. En dat daarom ik verkies om mijn werken niet direct op YouTube te circuleren. Maar ook met jouw werk, jij zoekt altijd een soort van traagheid en verstilling en aandacht op die natuurlijk op het hele internet... Ja. niet te pakken is. Ja. Nee, dat is waar. Dat is inderdaad ook zo. Ja, ik weet ook niet waarom dat is, maar men lijkt... Wij zijn zo infantiel als maar zijn kan als het gaat over denken over onze technologieën die ons omringen. En, je hebt één werk voor... Ik weet even niet meer waar het was, maar wat ik kan downloaden, waar ik kan kiezen tussen een amaryllis, een roos en... Ja, ik heb wel enkele werk, maar ik vind het niet noodzakelijk... Het gekke wat daar gebeurde, ik heb het van de week gedaan... en dan krijg ik steeds een amaryllis op mijn beeld, op mijn pc en dan... Werkt het nog? Hij is vandaag vanmorgen uitgewerkt, want het werkt een week, hè? Ja, of dan werd het zo. Maar het, wat ik vooral dacht is, waarom zit ik nou in godsnaam naar mijn pc te kijken... terwijl ik buiten in mijn tuin kan gaan zitten? Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook een beetje de wits van het werk natuurlijk, hè. Dat is dat... Het gaat allemaal over dingen die... alles wat op het scherm passeert is interessanter, werk, productiever. Ja. En alles wat daar rond gebeurt, is eigenlijk het landschap en is vakantie of verloren tijd. Hè? Maar op een of andere manier lijkt er eigenlijk... Het is alsof iemand die zich nooit wast. Hè. Het fenomeen van denken over het bewegende beeld en over de digitale video. Iemand die zich nooit wast, die geen enkele zin voor hygiëne heeft. Vroeg of laat komt de pest eruit. En ik bedoel, dat is alles... Jij bedoelt, zolang wij met z'n allen niet nadenken over al die beelden... Ja, alles wordt door elkaar gesmeten. Het kleine filmpje op mijn iPhone of whatever. En de installatie... En die dingen hebben... Ik ben daar eigenlijk niet zo dogmatisch in, maar ik vind wel dat ze een andere aandacht vergen. En je moet je dat eigenlijk... Denk ik dat we nu op een vergelijkbaar punt zitten. Dat zou niet helemaal kloppen, maar met hoe dat de schilders en de schilderkunst zich hebben gevoeld bij de uitvinding van de fotografie. Van, what the hell do we do now? En hoe ga je om met die... Hoe herdefiniëren die zaak? De meest ridicule posities zijn daaruit voortgekomen, maar ook de meest interessante. Ja. Dus, maar blijkbaar jouw pleidooi voor wat ik in je werk proef, maar ook in vanavond, voor gewoon eens even stil gaan staan en dingen met rust en aandacht tot je nemen, dat schijnt toch best veel mensen aan te spreken ook. Ja, en dat is iets wat ik heb ervaren onlangs pas. Vroeger, overal waar ik kwam, vroeg men mij van Mr. Klaarboud, why do you think we will
what do you expect from the spectator? Why do you think we will take so the time to look at your work? En onlangs had ik de indruk dat ik het omgekeerde zag gebeuren, waarbij ik merkte dat mensen met volle bewustzijn kwamen kijken naar een tentoonstelling waarbij ze veel tijd zouden moeten nemen. Ja. En ik weet niet wat het betekent, maar... Ja, dat ze, ik denk dat dat de kwaliteit van je werk is. En een cadeau, zoals, voor de bezoeker. Zullen ze misschien zoals Boris Groys moeten vaststellen dat er niets te zien is? Ik denk dat dat goed meevalt. Ik ga het een beetje afsluiten, Bram. Of heb jij nog een allerlaatste prangende vraag? Nou, niet via de twitteraars, maar we zitten hier ook gewoon natuurlijk met een zaal met tientallen mensen die niet aan het twitteren zijn, maar aandachtig aan het luisteren zijn geweest. En ik kan me voorstellen dat er bij u nog een vraag is op dit moment. En anders dan gaat het over en dan geef ik het woord weer aan jou. Dan is... daarachter. Ja, ik kom, dat is het voordeel van de loopmicrofoon. Ik kom naar je toe. Wat is je naam? Mijn naam is Hella de Groot. En mijn vraag is, waar begint een film mee die je bedenkt? Is het een flits of is het iets wat langzaam rijpt? Of, dat is eigenlijk mijn vraag. Hmm. Voordat dat lange proces van productie en zo op gang komt. Dat is een heel goede vraag. En op een of andere mysterieuze manier wordt daar zeer weinig over geschreven of over gepraat. Hoe ontstaat een idee? Ik kan er niet precies op antwoorden, maar ik weet wel wanneer ik een idee heb gehad, wanneer het uiteindelijk allemaal samenkomt. Maar dan is bijvoorbeeld een beeld wat je hebt gezien, maar het kan ook een letterlijk een idee of een gedachte zijn in je hoofd waar dan ineens een beeld bij samenvalt? Ja, dat is altijd het moeilijke met jagen. Hè. Als je zit te jagen, dan mis je altijd. Hè. Zeker vooral als kunstenaar. En het is pas als je stopt met jagen, als je gaat zitten, dat je... Dan komt het vanzelf. Dan komt het vanzelf. Is dat je kan er niet achteraan gaan, achter die dingen. Maar eigenlijk, als je genoeg vertrouwen hebt in je eigen idee, dan kan je zeggen van eigenlijk kan ik er wel achteraan gaan. Want als ik solide genoeg ben, dan kan ik zelfs daar, kom ik daar wel doorheen. Ja, je moet wel op weg gaan, want anders kom je helemaal niks tegen. Ja, dan kom je helemaal niks tegen. Als je denkt van, ik zal wel wachten tot het komt, dan komt het natuurlijk ook niet. Ja. Maar is eigenlijk, ik vind dat men aan jonge kunstenaars veel te vroeg oplegt om ideeën te hebben. En... waarom is de filmcultuur zoveel levendiger als de cultuur binnen de beeldkunst? Ja, ze is dat niet, maar ze krijgt wel veel meer credits. En dat is omdat filmmakers een lange, harde slavernijweg moeten afleggen vooraleer ze überhaupt ergens mogen durven aankomen. En bij beeldend kunstenaars is er op een of andere manier die geperverteerde idee van het genie, dat wel van nergens zal komen, maar dat komt ook van nergens. Als je het niet voldoende uitnodigt en uitdaagt, dan komt het ook niet. En dus doe nu maar iets. Dat heeft als enige kwaliteit dat je bewust wordt van het feit dat je als jonge mens de tijd hebt om tijd te verliezen, terwijl dat iedereen rondom je... Ja, maar tegelijk spreek je nu toch een beetje tegen, want filmmakers moeten heel hard werken en daardoor komen ze ergens. Ja, maar ik denk ook... Maar ik geloof ook wel in tijd verliezen. Ik geloof ook wel in het... Ja, tuurlijk. Je moet eigenlijk lang kunnen nuttige slavernij doen, zoals James Ensor zei. Hè? Ja, waardoor het nog niet meteen een product hoeft te worden, nee. Dat bedoel je. En of het nu, zoals in mijn geval, 15 jaar of 10 jaar... het tekenen naar het model is, of kleurstudie en whatever. Of het nu... Ja, want je hebt uiteindelijk iets van 10 jaar opleiding achter de rug. Ja. 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 Dus het maakt eigenlijk niet zozeer uit. Het bijzonderste is dat je weet waar tegenover je staat op het einde van je opleiding, denk ik dan. Ja. Was dat de enige vraag die we hadden in het publiek? Ik zag daar wellicht nog iemand, maar... Nee?
Nou, en anders kan dat nog. Ja? Toch nog eentje? Of ja, gaan we die doen? Ja hoor. De allerlaatste kijkersvraag van vandaag. Hoe is uw naam? Peter Jachems. Ik had gewoon een vraagje. Als ik jouw tekeningen zie en jouw video's, is er ook een invloed van de oudere schilderkunst, Vermeer of Dirk Bouts, Vlaams primitief? Zou ik graag willen weten. Ja. Ik heb dus eens, nu is de kantelmoment voorbij, maar het heeft lang geduurd vooraleer dat de informatie die ik vanuit de fotografie kreeg in tijd, volume, groter was dan hetgeen ik waarmee ik ben opgegroeid als jong artiest. In België, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar vroeger waren opleidingen archi-academisch. En dan eindigde je op je 24e met Picasso. Of met Barnett Newman, als het goed ging. Dus ik kreeg wel tijd om de oude meesters te bestuderen. Net bij je highway wreck zag ik ook in de tekening voorbij komen, barok. Dat je de barokke figuren niet kwijtraakt. Dat zo in de tekst bijgeschreven wordt, dat er toch weer een barokke... Ja, er zitten die Van Dijk-karakters tussen. Ja. Die, ik denk ook dat wat wij nu fotografie noemen, ik heb een toestel en mijn beslissing om dit beeld te nemen heeft nog altijd een noodzakelijk verband met wat zich voor de lens heeft bevonden. Ik denk ook dat het nog niet, maar het komt wel, verleden tijd zal zijn. Ja? Dat we dat ook de fotografie uit herinnering zal bestaan. Ja. Dat is misschien wel een mooie brug om het af te gaan kondigen, want in juni is hier... De spreker, en dan is het niet mijn gast, maar die man kan heel goed zelf praten. Niet dat jij dat niet kan trouwens. Hoor. De Aarsman-projectie door Hans Aarsman. Een college of theatertour kan je het ook noemen. Over fotografie en hoe je daar naar zou kunnen kijken. Maar voor die tijd heb ik over een maand nog wel hier als gast Arno Kramer. Die op dit moment ook een expositie heeft hier in de Pont. En met wie ik in gesprek zal gaan op 15 mei. En de bar is nog een uurtje open, dus als je nog echt dringende vragen zijn, ik weet niet of jij nog heel even blijft, maar dan kan dat nog. En dan kan in ieder geval nog wat gedronken worden. Dankjewel. Dank je.